Atención. Rick heeft het al. Rick heeft het al. Rick heeft het al. Hij heeft het allemaal. Goed salaris, leuke collega's en doorgroeimogelijkheden bij een van de beste werkgevers van Nederland. Dus. Oh, wat een feest! Zo begint hij dus. Iemand zei dat het is Bin Laden. Shalom alaikum. En moet dan naar het station. Tut tut. Bezagmi. Yo, Bin Laden. L-L-Qaida. 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 Ik zeg stop. Want ik hoor iets klikken, iets in die doos is aan het tikken. Dit zorgt soms voor veel stress, onder andere bij de NS. Koffers die alleen blijven staan, zijn potentieel om af te gaan. Even bellen, en holk idee, er komen de boys van de EOD. Veiligheid voor alles, je lacht je rot, dan komen ze weer aan met die robot. Liep, liep, dong, dong, wat dacht je ervan? Het is een horloge uit Taiwan. L-L-Qaida. Hey, hello. Een jaar of wat geleden in die torens van het WTC. Die bommen niet goed gegaan, dan maar als verticale landingsbaan. Spanje, in die treinen dus, ook Londen was het, de metro en bus. Als je het ziet schrik jij je rot, maar Nederland blijft steeds buiten schot. L-L-Qaida. England en Amerika. L-L-Qaida. You will die, England en Amerika. Je vraagt je af. Zitten zij te pitten? Weten ze dan wel waar we zitten? Hallo, hallo, gekke manier. Wij zitten met z'n allen hier. Wat is er met Holland aan de hand? Zijn we dan niet interessant? Wat dacht je van die Zwanenburgbaan? Daar kan je toch met een bazooka gaan staan? Groningen dan, de Martini-toren. Daar kan je met gemak een Boeing in boren. De botlek, begrijp je wat ik bedoel? Gun ons die mooie paddenstoel. Welkom, dus ook vannacht. Kom gezellig langs bij 538. Oh, wat een feest! Telefoon. Stel maar een vraag. Hi. Ben jij een man? Nee. Je bent geen man? Nee. Wat een feest! Woehoe! Wat een baan! Wat een baan! De seintjes vliegen af en aan. Af en aan en En ja, soms willen ze iets. Is meer dan niets. Ah. Maar ik ben altijd twee, stof drie. Eén, twee, drie. Maar dat klinkt extreem. En dat klopt. Yeah. Maar nu hebben we één groot probleem. Het volgende keer. Want laatst deden we het andersom. Ik ging als eerst en dat bleek dus dom. Nu hebben wij last van. Ons ding is burning. Hoe leg ik dat nu uit aan mijn vriendin? Oes, Nicole Inferno. Oh, midden in de nacht, zeg wat een show. Oh, wat een feest. Mag ik van jou de grasparkiet? Ja, als ik hem had, maar ik heb hem niet. Maar heb jij van mij dan de klarinet? Ja. Hoppa, weer kwartet. Ah, waardeloos kwartet aan de kant. En wij gaan nu door met Triviant. Uit welk land komt jouw gay? Als slime dood, geen idee. Gok dan A, B, C of D? Dan zeg ik D. Nee hoor, C. Jezus, dit trek ik dus niet. Fuck hem al, op naar het volgende spel. Monopoly. Monopoly. Whatever. Zo, ik koop maar weer een hotelletje. Ach ja. Het zit me niet mee. Kut. Ik krijg een trauma van die shit van MB. 88. Dus al die spelletjes laat ik nu mooi staan. Juist. Voor het plezier zet ik de radio aan. Ja. Hoppa. Van V. Midden in de nacht drink met Ricky. Ai. Van V. Echt, ik zweer met Josh. Stukken beter dan MB. En qua vijven kunnen ze er een puntje aan zuigen bij. Van V. En nog één keer de naam van de man van het moment. Rick.
wat een feest! Go! Lieve luisteraars, dan gaan we weer in. Vieren zwaaien, plaatjes draaien. De dampende disco, het hit, hit elk plaatje. Tot het gaasje, door nu naar de denderende disc jockey van deze nacht, nacht. Ricky Ross! Zeg, hoe gaat het ermee? Ik zeg, jochie. Heb je het er aan mij? En die andere twee, hallo wijfie. Hoi hoi! Lekker decolleté. Dit is R-I-C-K van V. Kent Ricky van V. Hij is de beste DJ. Oh, oh, Ricky van V. Yeah. Koning van de nacht, Mr. Radio. En hij heeft me een grote show. Ja, toch. Heb je die kleine wel betaald? Ik heb een snoepje gegeven. Hallo, lieve luisteraars, welkom. Nee, hij slaat al, dus komt van een bandje. 0909-3085 is de telefoonnummer. Of sms ons via 5380. Midden in de nacht, Rick. Henk Fanclub.